van auto was. Dat is niet gelukt en wij vragen ons af, waar is hij gebleven? Jan Robbe, het nummer staat dag en nacht voor u open. 0800 30 30 300. Een komen en gegaan vandaag. Hans Gelderman, het begon met jou. Ja. Het is voor jou toch al bijzonder, want jij kent het hier. Je hebt net door het pand gelopen en je zegt, ja, 5 jaar geleden was ik hier toen ik gevonden werd. Toen mijn leven veranderde omdat ik ontdekt werd als broer. Klopt. Toen heb je moederskant leren kennen met jouw broer Gerard daarbij. En nu was je toe aan vaderskant. En dan komt er zo'n collectief binnen. Nou, ja, echt waar. Ik stond perplex. Ik had er geen woorden voor. En ja, nu heb ik dus gesproken met hun. En ja, je komt zoveel op je af. Jeetje. Ja, echt hoor. Ik sta nog perplex. Echt hoor. Ja. Ja. Het is natuurlijk best een moeilijk verhaal om te vertellen. Want ik loop net even mee en die jongens zeggen, ja, het gaat over ons vader. Maar houden we er even rekening mee dat de man een aantal keren gescheiden is. En wij hebben nooit geweten dat dat geweest is. In de eerste instantie, omdat hij met jouw moeder ging. Waar jij ook geen weet van hebt gehad. Nee. Want jij bent een afgestaan kind. Klopt. En moeders heb ik het nooit aan kunnen vragen. Het is gewoon zo dat, vaders, ja, hoe zit dat? Dat kan je ook niet meer vragen. Hè? Dus, je staat dan op een gegeven moment voor een verdomme feit. Dan krijg je het van verhalen te horen van iemand. Maar dat hoeft ook niet waar te zijn. Dus het is heel moeilijk. En al de verhalen komen nou los. En het is net een puzzel. Die stukjes die komen toch bij elkaar. Ik ben al blij dat ik weet dat een Cor Stoffer...